Heel hartelijk dank voor de woorden van welkom. We beginnen onmiddellijk met een citaat uit het Eerste Testament. Mijn rijkdom is de nabijheid van God. Tot de Heer God heb ik mijn toevlucht genomen. Van al uw werken zal ik getuigen. En een tweede tekst uit het Tweede Testament. U hebt mij wegen ten leven gewezen en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Het is in het licht van deze citaten dat ik mijn betoog wil houden. Ik zal beginnen met een korte persoonlijke getuigenis en dan drie delen hebben. De eerste vraag: ja, wat is aanwezigheid, vooral in de Bijbel? Ten tweede de verschillende vormen van aanwezigheid van Christus in het Nieuwe Testament kort aanhalen. En ten derde het onderwerp zelf, de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Ik zou graag willen beginnen met een mop. Met een mop die ik in Amerika gehoord heb. Er was een huwelijksfeest in een kerk zoals deze. Niet dat er in Amerika veel kerken zijn van deze art, maar oké. Een grote kerk, een groot huwelijksgezelschap. En het plan was om buiten de kerk de receptie te houden. Maar tijdens het huwelijksmis was er een onweer. En zo kon men dus niet buiten gaan. En men heeft de pastoor gevraagd of men eventueel de huwelijksreceptie achteraan in de kerk mocht houden. De pastoor heeft dit toegestaan, begrijpend dat dit een moeilijke situatie was voor het koppel en de familie. Maar natuurlijk, die receptie die begon levendiger en levendiger te worden en mensen begonnen te zingen en te dansen. En intussen was de pastoor in de sacristie en die liep op en af en die was altijd meer zenuwachtig. En dan komt de onderpastoor binnen en zegt, wat is er? Ja, die mensen hier, die hebben gezegd dat ze een korte receptie gingen houden, maar nu wordt het echt ja, een groot feest. En dan zei de onderpastoor, het is toch niet zo erg, Jezus is ook op de bruiloft van Kana geweest. De pastoor zegt, ja, u hoeft mij niet te belehren, ik ken dat ook. Ik weet natuurlijk dat Jezus op de bruiloft in Kana is geweest. Maar daar hadden ze geen tabernakel en geen heilig sacrament. Misschien kan deze mop de twee delen van vanavond een beetje al vanaf het begin in dialoog brengen. Dus soms heb ik de indruk dat dus de vraag van de werkelijke aanwezigheid, dat de vraag van het heilig sacrament misschien losgekoppeld komt te staan van Jezus Christus. En het is een beetje mijn taak om dat vanavond ja, daar te beginnen. Dus dat was het eerste punt hier. Het tweede is dus mijn persoonlijke ervaring. Ik woonde 7 jaar als seminarist op het American College in Leuven en ik heb daar een, wat mij betreft, uitstekende vorming gekregen qua liturgie. Ik noem dat embodied liturgy. Dus liturgie die lichamelijke situatie, de lichamelijke aspecten van de liturgie au sérieux neemt. En ook een ja, maximalistische benadering. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb me gerealiseerd dat de liturgie die ik kende zeer minimalistisch was. Van alles een beetje. Er is een lavabo, een handenwassing, maar er waren altijd maar druppels. En er was geen handdoek en er was een klein doekje. Dus gewoon dat maximalistische liturgie, alleen al met zo'n aspect dat ja, de liturgie moet rijk zijn. En ik denk, ik hoef u in deze kerk en in deze parochie daar niet veel over te zeggen. En het derde, de volle en actieve deelname die we dus kennen van het Tweede Vaticaans Concilie. Ik heb hier Sacrosanctum Concilium nummer 14 dus opgenoemd.
Und dann letzte, ja, meine persönliche Erfahrung in Löwen, in der internationalen Studentenparochie, war ich noch altijd auch als Priester Dienst zu, weil wir das dagelijkse Eucharistie vieren. Und vanuit die Geest, die ich in den zweiten Punkt habe aufgeführt, und weil wir das auch elke Freitagabend vor 1 Uhr, zwischen 7 und 8 Uhr, eucharistische Anbieting habe. Und waar ich das selbst auch nach uitkijk und was ich selbst auch belangrijk finde. Danke. Das als Achtergrund. Ich bin ein bisschen gaan kijken naar wat betekent eigenlijk aanwezigheid, presence in het Engels, op het internet. En ich bin heel verrast geweest dat ich ein aantal heel wetenschappelijke artikels heb gevonden, zoals degene die ich hier citeer, at the heart of it all, the concept of presence. Je zou kunnen denken dat het gaat over de Eucharistie, maar het is gepubliceerd in de Journal of Computer-Mediated Communication. Men is dus op dit moment in de wetenschap vooral bezig over de vraag hoe kan men door internet, door televisie, door alle soorten van technische bemiddelingen een soort nabijheid, een soort aanwezigheid creëren dat de mensen denken dat het zo is alsof men zo aanwezig is als wij nu fysiek aanwezig zijn. Op zich vond ik dat hallucinant, dat men alleen daarmee bezig is. Maar ik vond dan in een artikel, en precies in dit artikel, 6 punten die misschien heel interessant kunnen zijn als men nadenkt over de werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie. Ik heb het hier opgelijst. Er is sprake van sociale rijkdom. Dus aanwezigheid als gevoel van sociale interactie. We zullen straks nog eens terugkomen op deze punten in het perspectief van de liturgie. Aanvoelen van de realiteit. Dus ja, werkelijke aanwezigheid, realiteit, wordt ook in deze discussies aangehaald. Het aanvoelen van een soort verplaatsing, een transportation, zegt men in het Engels. Mit der Uitdrückung, you are here, it is here, we are together. Auch das soll uns können helfen hier, um die wirkliche Anwesenheit besser zu begreifen. Das Anfühlen von einem untergedumpelt worden in der Erfahrung. Das Anfühlen von Partizipation, von Interaktion und von, ja, ich habe Fat ob, ich habe Kontrolle. Und letztendlich das Anfühlen von sozialer Akteur sein. Ich kann mitmachen, ich betekent iets. Dat als achtergrond. In de Bijbel vind je de termen aanwezigheid, tegenwoordigheid, nabijheid, die voor ons interessant zijn in onze context. En het is interessant dat de Willibrord-vertaling van 1995, die toch in de katholieke wereld van de Nederlandstalige mensen een zeer belangrijke rol speelt, wordt dus aanwezigheid niet voor God en Christus gebruikt. Alleen het adjectief aanwezig wordt 2 van de 19 keren met betrekking tot God gebruikt. Met betrekking tot God gebruikt men dan meer het woord tegenwoordigheid, maar ook maar 5 van de 25. En nabijheid 6 van de 18 verwijzingen. En dan zijn er andere uitdrukkingen zoals voor iemand zijn, met of bij iemand zijn, vooral met en bij God zijn, voor God zijn. En voor het aangezicht staan, of van aangezicht tot aangezicht. Het woord aangezicht is het centrale woord voor de nabijheid in de Bijbel, zowel het Eerste als het Tweede Testament, zou ik zeggen. En dan krijgt men natuurlijk in het Nieuwe Testament specifiek nog het woord parousia, en het tegenovergestelde is de apousia. En de fysieke aanwezigheid is de parousia en sarki, dus de aanwezigheid in het vlees. En daar tegenover staat de aanwezigheid in de geest. Maar er is nog meer. In de brieven van Paulus bijvoorbeeld heb je la présence en la présence du corps. Dus er is aanwezigheid in de lichamelijke, fysieke aanwezigheid. Maar Paulus kent ook la présence en l'absence du corps. Aanwezigheid terwijl men fysiek afwezig is. En bij Paulus is het vooral de brief die de plaats kan innemen van de fysieke aanwezigheid.
Paulus kann anwesend sein, auch ist er abwesend durch einen Brief. Bis hin all sehr interessant für uns. Das sind natürlich sehr viele verschiedene Sorten Anwesigkeit. Ich habe nicht gesprochen über die von Paulus in seinen Gemeinden. Aber da ist auch die Nahbarkeit von Gott, die Nahbarkeit von Gott in der Art von Jesus und die Nahbarkeit von Christus nach der Himmelfahrt. Und das ist das Letzte, das Vierte, das belangrijk ist für uns, denke ich, in unserem Kontext. Gewoon enkele Zitaten in Verband mit dieser Form von Anwesigkeit. Paulus spricht von seine Anwesigkeit, aber er sagt, vielmehr noch nie, dass ich abwesend bin, ist es belangrijk für ihn, um das altijd seine Gemeinde in Philippi in het Oog zu halten. Of er sagt in 1 Korinthians, ich für mich, hoewel lichamlich abwesend, aber in der Geest anwesend, heb reeds, als ob ich bei euch was, het vonnis gefällt. Dus die Spanning tussen Anwesigkeit und Abwesigkeit ist bei Paulus altijd fühlbar. Er kann auch sagen, Nacht und Tag bitte wir für euch, dass wir über Anwesigkeit mogen sehen. Paulus soll graag die Gemeinde besuchen und dadurch die Anwesigkeit erfahren. Maar er kann auch einen Abgesandt sturen, so als Timotheus, Titus oder Phoebe. Und tenslotte kann Paulus seine Anwesigkeit ausdrücken durch einen Brief. Das sind drei Formen von Anwesigkeit für Paulus: Besuch, Abgesandt und Brief. Da ist die Anwesigkeit von Gott in der Art Jesus, z.B. in der Immanuel, der Gott mit uns, bei Matthäus. Auf das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und die Tekenen von dem Johannesevangelium, die natürlich eine zentrale Rolle spielen in der Anwesigkeit von Gott in Jesus Christus. Auch nach der Himmelfahrt ist Jesus anwesend. Er sagt an het Ende von het Matthäus-Evangelium, weet wel, ich bin mit jullie alle Dagen tot an der Vollendung von der Welt. Und wir haben es al vandaag hier samen auch gehört und darüber gemeditiert, want waren twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Vooral bij Matthäus gaat het over de vereenzelviging met de minsten. Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, hebt je voor mij gedaan. En dit vind je ook bij Paulus in Handelingen. Als Paulus Christenen vervolgt, sagt Jesus tegen hem: Saul, warum vervolgt je mij? Niet warum vervolgt je de Christenen? Dus deze vereenzelviging van Jesus met de leidende mens is centraal voor de aanwezigheid van Christus na zijn hemelvaart. En er is natuurlijk de gedachtenis in de Eucharistie, waar Jesus dus zegt: doet dit tot mijn gedachtenis. In 1 Korinthians 11, zelfs naar het broodwoord en naar het woord over de kelk. En ook bij Lucas hebben we het hier: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan mij. En we moeten eraan denken, het staat hier onderaan, misschien ziet u het niet achteraan. Gedachtenis is in de Bijbel veel meer dan gewoon terugdenken aan het verleden. Het is het tegenwoordig stellen, het is het aanwezig stellen van een ervaring. Ik zou willen beklemtonen dat in deze woorden van de Eucharistie, van de instelling, gaat het over: dit is mijn lichaam voor u. En dat wordt vaak vergeten in de discussie. En het tweede: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. De werkelijke aanwezigheid. Mag ik hier onderbreken? Ja. Dat is van belang voor de protestanten ook in Duitsland. Het grote verschil in Duitsland tussen de protestanten en de katholieken is dat zij erop staan op die voorlaatste paragraaf: doe dit tot een gedachtenis aan mij, punto. Niet meer dan dat. Daar is geen transsubstantiatie in bedoeld.
Dat is het grote verschil tussen de Duitse protestanten en de katholieken, de Zwarte. Waar of niet waar? Wel, ik ben geen protestant, ik zal mij niet uitspreken over de protestantse theologie, maar ik denk dat we vanavond daar nog verder over horen. Er zijn verschillende concepten van gedachtenis, inderdaad. En er zijn verschillende concepten van de aanwezigheid of niet-aanwezigheid in de Eucharistie. Ik heb willen beklemtonen dus dat gedachtenis in de Bijbel meer is dan gewoon aan iets denken in het verleden. Maar het is het participeren in het gebeuren nu. Dus het is de anamnesis, dat is het Griekse woord, en dat betekent opnieuw herinneren, opnieuw werkelijk maken. Dus zo zie ik de realiteit en dat is dus in de lijn van wat we dus zeggen in de katholieke kerk, neem ik aan. Nu kom ik dus bij wat de vraag die mij gesteld is. In het Johannesevangelie is het dus zo dat geen instellingsverhaal. Jezus zegt daar niet, dit is mijn lichaam. Op het moment wanneer we dat verwachten in hoofdstuk 13 van Johannes, wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. En hij zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Je moet doen zoals ik jullie heb gedaan. In hoofdstuk 6 in de broodrede heeft de lezer al veel vroeger contact gehad met de ideeën van de Eucharistie. En daar is Johannes zeer realistisch en spreekt hij over ja, het vlees eten en het bloed drinken. Dat is bijna ja, provocatief in Johannes. En nu de vraag, ja, waarom? Waarom heeft Johannes dat veranderd? Ik weet het niet. Ik kan alleen speculeren en mijn antwoord zou zijn, Johannes wil ons doen nadenken. Johannes veronderstelt dat we de instellingswoorden van de andere evangelies kennen. En hij wil ons doen nadenken over de diepere betekenis. De Eucharistie betekent voetwassen. Betekent dus niet zomaar discussiëren of Jezus aanwezig is of niet, maar Jezus als hij aanwezig is, heeft een zending voor ons. Om ja, dienstbaar te zijn aan anderen. Ook in de broodvermenigvuldiging deelt hij. Dus de aanwezigheid is een delende aanwezigheid. Is een aanwezigheid met een missie, met een zending. Dat is volgens mij dus het concept. Het is zeer radicaal. Dus om in de plaats van de instellingswoorden de voetwassing te plaatsen. Er zijn christelijke tradities die Jezus hier zo letterlijk hebben genomen als de katholieken in de context van de instellingsverhalen en die elke zondag voeten wassen. Katholieken doen dat niet, zelfs op in de Goede Week, dus donderdag, Witte Donderdag, wordt het meestal niet gedaan in de parochies die ik ken. Ik heb mij vaak gevraagd hoe de geschiedenis van de katholieke kerk anders verlopen zou zijn als we elke zondag zouden voeten wassen. We kunnen nog even vragen, dus ja, hoe kan Jezus na de hemelvaart aanwezig zijn? En in de tekst die vooraf naar u werd opgestuurd, heb ik hier een antwoord op geprobeerd. Met name, het woord is vlees geworden, maar het vlees wordt opnieuw woord. Dus als Jezus overleden is, wordt een evangelie geschreven en dat evangelie maakt het mogelijk om even reëel als de aardse leerlingen de aardse Jezus hebben kunnen aanraken, dat wij door het woord van het evangelie Jezus aanraken. Dat klinkt misschien op het eerste moment protestants. En het zou protestants zijn als men dat misschien te veel beklemtoont of eenzijdig voorstelt. Maar in het Johannesevangelie is één van de manieren om Jezus met Jezus in contact te zijn, om verder de presentia realis van Jezus te ervaren, de werkelijke aanwezigheid, is dus het evangelie te lezen. Maar het stopt daar niet, dus het woord wordt vlees, het vlees van Jezus wordt terug woord van het evangelie en het woord van het evangelie moet opnieuw door de voetwassing in ons leven vlees worden. Het is dus een voortdurend opnieuw woord en vlees
abwechseln. Das soll das meine Antwort sein. Ich hatte hier noch, mal, misschien soll mein Kollege das noch mehr anhalen, gewohnt um eben zu sagen, dass in der zweiten Vatikanskonzili, Sacrosanctum Concilium Nummer 7, heeft man gesproken over de verschillende manieren waarop Christus aanwezig is. Dus niet alleen in de hostie beperkt, maar hij is aanwezig in, vooral in de liturgische handelingen. Hij is aanwezig in het misoffer, in de bediener, de voorganger, in de priester. Hij is aanwezig door de kracht van zijn sacramenten in het algemeen, ook in het doopsel bijvoorbeeld. Als iemand gedoopt wordt, dan doopt Christus zelf. Hij is aanwezig in zijn woord, wanneer dus de kerk de heilige schriften voorleest. En hij is aanwezig tenslotte als de kerk bidt en samen psalmen zingt, zoals wij aan het begin van deze avond samen hebben gedaan. En daar staat precies datzelfde woord. Dus u ziet, het is een werkelijke aanwezigheid volgens de leer van de katholieke kerk heel breed. Dus in deze werkelijke aanwezigheid zou ik dus het voor u willen beklemtonen. Voor u in de zin van gegeven voor u. Het zelfoffer, de zelfgave. Jezus zelf is het brood des levens. En hij doet dat in Johannes, dus bij de broodvermenigvuldiging. En hij stelt het aan ons voor in verband met de voetwassing. Dus het is de pro-existens, als ik het Duitse woord mag gebruiken, het zijn voor anderen. Dus door het delen van het brood dat iedereen te eten heeft, we vieren 2000 jaar Eucharistie en daar verhongeren nog altijd zoveel mensen elke dag, en door de uiterste dienst van de liefde die door de voetwassing wordt voorgesteld. Ik denk, ik weet niet hoe het staat voor tijd, ik denk dat ik moet afsluiten, dus ik zal op dit, dat zal te lang duren, nog eens niet terugkomen. Ik neem aan dat u die 6 punten van dat artikel over computers terug heeft herkend. Aanwezigheid heeft te maken met sociale rijkdom, met sociale interactie. Met het feit dat wij dus als wij samenkomen een rijke ervaring kunnen hebben van verdieping. Het is dus reëel. Het is, we worden daardoor in een zekere zin verplaatst in een andere wereld. Het gaat over dat wij hier aanwezig zijn en dat wij samen aanwezig zijn. Dat wij dus ondergedompeld worden in de ervaring van de liturgie bijvoorbeeld. En dat wij actief mogen participeren aan het gebeuren. En daardoor worden wij dus in deze aanwezigheid zelf sociale acteurs. U heeft het denk ik opgemerkt. De werkelijke aanwezigheid in deze uitdrukking heb ik niet gevonden in de Bijbelse teksten. Aanwezigheid is als dusdanig werkelijke aanwezigheid. Het is ook altijd dynamisch. Het is gericht op handeling, het wassen van voeten, het delen van brood en zo verder. Het is niet statisch gericht alleen op een bepaald voorwerp. En zo zou ik dus aan het einde van mijn betoog willen voorstellen om werkelijke aanwezigheid aan te vullen door werkzame aanwezigheid. Werkzame aanwezigheid in het zijn voor anderen in de dienst van de liefde. Ik dank u.